Yo! Een goedemorgen, Jenno hier. Jolien die staat in de keuken. Zij is bezig met de voorbereidingen van de laatste werkdag. Misschien wel van 2020. Van GOT. De deur, die ga ik zo meteen open doen. Voor de allerlaatste keer. En het enige wat ik daar nog ga doen is ze sluiten. Allee, voor de klanten, hè. Wij gaan hier zelf ook nog wel eens doorwandelen, want wij wonen boven ons koffie- en theehuisje. Ah, het is zo weer een rare dag, hè. Ik weet nog de vorige keer. Ik ben opgestaan en ik had er eigenlijk al geen zin meer in. Want als je weet dat je dit nu aan het doen bent, maar dat je dit volgende week niet meer kan doen, dan, ja, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, maar de motivatie zit heel ver weg. En ja, ik heb er echt geen zin in. Het is zoiets van, ik voel me echt nutteloos, waarom doe ik het hier eigenlijk? Zo'n gevoel. Ja, ik kan dat echt moeilijk uitleggen. Het is zo, goh ja, we gaan nog één keer van ontbijtje en gezellig mensen ontvangen en doen. Maar eigenlijk heb ik er al geen zin meer in. Ik heb ze ook een beetje uitgehangen hier, een greep uit onze regering. En dan hier de raadgevers, de virologen. Ja, kijk, dat is mijn manier van verwerken zeker. Want ik neem het virus wel serieus, maar wij moeten ook serieus genomen worden. Mensen van de horeca. We houden 1,5 meter afstand tussen de tafels. Er is ontsmettinggel, niet anders of zelfs, ik zou zelf door zeggen, meer voorzien dan in winkels. Wij ontsmetten iedere tafel na ieder bezoek. Wij registreren iedere klant. Dus mocht er een besmettingshaard zich voortdoen in onze zaak, kan dat heel snel getraceerd worden en doorgegeven worden naar andere klanten. Mocht dat gebeuren natuurlijk. En voor de rest hebben we ook nog eens een mondmaskertje aan en worden dat van klanten ook verwacht tot wanneer ze gaan zitten. Sorry, maar dit gaat mijn petje te boven. Dit kon hier perfect veilig verlopen. Wij hebben capaciteitsvermindering gehad. We hebben dus ook klanten moeten annuleren omdat we volzet zaten, veel sneller dan anders, zeker nu wanneer het kouder wordt. Er zijn geen zotte dingen gebeurd. En alle plaatsen die ik heb bezocht, is er niks geks aan de hand geweest. Oké, het is waar, er zijn uitzonderingen geweest. Die waren ook op televisie te zien. Die waren op social media rondgegaan. Het gaat dan over cafés of bepaalde zaken waar ze niet de regels naleven. Maar ja, die moeten ze dan maar straffen. En dan moeten ze dan maar zorgen dat die dat niet meer doen. Maar zaken die het allemaal goed voor hadden, sluit die toch niet. Ik denk dat er geen enkele, ik benadruk, geen enkele horecazaak in België zin heeft om 4 weken niks te doen. Dus wij zijn allemaal keiharde werkers, wij vechten voor onze klanten, wij doen daar alles voor. En om nu gewoon weer aan onze deur te moeten gaan sluiten en leven van steun, wat trouwens echt geen vetten is deze keer, echt niet. We hebben de vorige keer moeite gehad om onze rekeningen te betalen. We zijn zware leningen moeten nagaan om dit pand te verbouwen en om alles klaar te krijgen. We betalen daar nog altijd vooraf. Dat is niet op 1 jaar afbetaald. We hebben dure abonnementen voor bepaalde zaken die wij in onze koffie- en theehuis gebruiken. En dat anders niet gaat om die zaken te gebruiken. Daar hangen abonnementdiensten aan vast. Of onderhoudskosten en dergelijke. Die zijn altijd hoger dan voor een gewone particulier. Ik ben heel blij dat we geen kinderen hebben. Want ja, die zouden gewoon geen leuke jeugd hebben. Allee, dat zou echt niet nog bij zijn. Nog een mondje om nog extra te voeden. We hebben met z'n tweeën al niet zo heel gemakkelijk als we helemaal dicht moeten gaan. We hebben altijd goed van het leven genoten, zoals iedereen die dat doet, als die hard werkt. Maar, allee ja, wij zijn ook geen Rockefeller of zo, hè. Wij hebben niet geld met hopen, hè. Dus, ja, het is echt een zwarte dag, een pikzwarte dag. Het enige wat dat mij een beetje deugd doet, is dat weer al iedereen is in de sector. Ik ben niet alleen die aan mijn laatste werkdag begint. Het is ook de café hier recht tegenover en een paar straten verder. Die zitten eigenlijk in hetzelfde schuitje als mij. En dat is het enige wat mij nog aan kan optrekken. En waar mij nog een klein beetje, ja, goed bij voel. In de zin van, goh ja, ben niet alleen. Dus we staan er allemaal voor en we hebben allemaal onze shit. En geloof mij, iedere horecazaak heeft zijn shit. Geen leuke tijd. En nu is het echt gedaan. We hebben de lichten uitgedaan. Het licht is nu voor de 2e keer voor een onbekende tijd uitgedaan. Ja. Ja, het is nu afwachten. Wat denk jij? Pronostiekje?
Ik hoop minder lang als vorige keer. Vorige keer was 3 weken. Ja, denk je dat het gaat blijven bij die 4 weken? Nee. Ik denk het ook niet. Het moet realistisch gewoon zijn. Ja. Ofwel gaan ze zeggen, hè, de cijfers zijn gestegen, het is nog niet aan de orde. Ofwel gaan ze zeggen, de cijfers zijn gezakt en dan zeggen ze van ja... Kijk, zie je wel, het was uit de horeca. De horeca, nog even doorbijten en dan komen we er wel. Eigenlijk, in beide gevallen komt het elkaar gewoon niet goed uit. Nee. Of ze zouden nu toch maar beseffen dat ze verkeerde beslissingen hebben genomen. En dat ze zoiets hebben van ja, maar ja, eigenlijk kan de horeca wel veilig openen. Ja, hallo, we hebben al die maatregelen al gedaan gehad. Dus dat zou een beetje laat zijn, moesten ze er nu toch nog wel mee afkomen. Misschien nu. Zeggen ze dat nog, hè. Nu zeggen ze misschien de cafés blijven dicht, maar de restaurants open. Ja, maar ja, moeten ze niet eerst ons eigenlijk weer al alles laten eigenlijk wegsmijten. Je hebt ook cafés die eten geven. En wat dan met die? Is het dan geen oneerlijke concurrentie tegenover een café die geen eten geeft? In ieder geval, wij gaan nu nog gaan eten, nu dat het nog kan. De laatste avond gaan wij toch nog eventjes gaan smikkelen, ontschmullen. Ondanks alles, ik bedoel, we zijn ook maar gewoon hardwerkende mensen. Ik heb vandaag van 6 uur 's ochtends tot 6:30 s'avonds in de keuken staan. Schatje, je hebt het verdiend. Ja. Ik trakteer bij ons favoriete restaurant. En hier zijn we dan. Amai, zeg, daar rookt hier nogal. Wacht. Het laatste avondmaal. Ja, we zijn eraan begonnen, zie, kijk. Lekker. Oh mannetjes, ik heb daar nu zo van genoten. Echt, dat is lekker. Echt lekker. Ja, het was heel erg leuk. En ja, ik had het missen. Ik ook. Echt waar. Met een grote M van missen. Zeg ze toch helemaal niet. Zeggen ze dat niet? Nee, want ik vind het wel grappig. Maar we gaan het wel missen, hè. Ja, voor 4 weken geen horeca. Maar ja, het is nu zo geen werk. Oh nee, 4 weken constant met jou op schep zitten. Ja, de vorige keer was 3 maanden. Ja, maar het kan nu ook nog zo bij. Ik moet zeggen, na die 3 maanden, alleen zo tijdens die 3 maanden begon ik om het duur zo echt een nieuw ritme te creëren in mijn leven. Ja, lui. Ja. Lui. Ja, heel lui. Nee, lui, dat is niet waar. Jawel, we hadden om het duur gewoon andere dingen om handen, snap je? Ja. En dat werkte ook. En daaraan kan je zien dat de mens enorm flexibel is, hè. En om dan uiteindelijk weer terug in dat werk, allez, in dat horeca-ritme te komen. Dat heeft eigenlijk 2 maanden geduurd en nu zit je er weer in en moet je weer terug uit. Hè? Ja, we zaten er net weer zo lekker in. En dan nu weer dit. Oh my god. Ja. Helaas, ja. We zitten op hoe noemen ze dat, een onrustige zee. Maar de storm is nog lang niet gaan liggen. Maar ik moet wel zeggen dat in mijn hoofd is het nu wel rustiger als toen met de vorige lockdown. En toen kon ik echt geen rust vinden. Nee. Maar nu weet ik wel van... Hoe het kan gaan. Dus eigenlijk het onbekende is eigenlijk al gekend. Ja. En ik weet ook wel dat we er ook wel gewoon weer al opnieuw doorkomen. Eigenlijk nog een keer sterker als ervoor, denk ik. Gaan moeten. En meneer is al een beetje wat moe, hoor. En we komen er wel gewoon door en we slaan ons er wel gewoon door en we moeten er ook gewoon door. We staan ervoor en we moeten erdoor. Dat is zoiets wat mijn mama altijd zegt. En dat is ook gewoon zo. Zo is gewoon het leven met vallen en opstaan, tegenslagen. Ja. Maar nu is het toch wel een heel rare situatie weer. Alles. Heel rare situatie weer, dat wel. Maar ja, we maken er gewoon het beste van. Proberen positief te blijven en we starten morgen met iets leuks. Ah ja, dat is waar. Dat zie je morgen in de video. Ciao! Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wil zien, dan klik je maar op één van deze knopjes.